Oké. Céline irriteren tot ze boos wordt. En ik heb zoveel zin om eindelijk Céline nog eens te pranken. Het is lang geleden. En ik ga vandaag dus alles wat Céline doet afbreken. Elke keer dat ze iets zegt, ga ik zeggen iets stiller, iets luider. Je moet het zo doen, je moet het zo doen. En ik ben gewoon benieuwd wanneer Céline echt boos gaat worden. En of ze echt boos gaat worden, dat is ook nog de vraag. Maar we gaan gewoon beginnen aan deze video. En meteen bij de intro ga ik er al aan beginnen. Dus wens me veel succes. Sorry Céline, let's go. Oké, wacht even. Intro. Misschien mag jij eens filmen. Ik? Voor de intro, ja. Oké. Voel maar eens voor de camera. Dat is heavy werk hoor. Aan de schouders. Ja, ik voel het al. Ja, maar ik moet wel ook in beeld. Oké, zo? Nee, andere kant. Zo. Ja, zo. Nee, zo. Beter? Ja, zo. Ja, dan ben ik hier ongeveer. Ik zal wel een beetje wringen zo. Ja, ja. Is het goed? Ja, ik denk het wel. 3, 2, 1. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Céline. En vandaag is het tijd voor een prank. Want wij gaan het volledige zwembad vullen met ballonnen. Dat was wel eigenlijk goed. Ja. Dankjewel. Ah, maar wacht. Nog een belangrijk puntje. Ja? Wie we gaan pranken is jouw mama. Oké, dus het komt beter. Ja, maar ik was nog niet uitgesproken. Hè? Nee, dat is goed. Dat is goed. Oké. Dus dat is de prank vandaag. Yes! Heb je er zin in? Ja, dat is echt raar. Het is precies wisselen van leven. Maar. Ja, dat is wel. Maar eigenlijk, dat is nog een leuke video. Ja? Ja? Oké. Laat weten in de reacties. Ja, moeten we eens wisselen van leven. Dan moet ik overal tegenlopen. Moet ik de hele dag lachen? Oké, maar voor we verder gaan met deze video, voor hoeveel likes gaan we? Nee, dat zou ik nog niet doen. Nee? We gaan dat straks vragen aan het zwemmen, want dat is veel leuker. Oké, baas. Oké, dan zijn we klaar. Top. Dan gaan we naar het zwembad. Okay. Was dat goed? Ja. Oh, Trixie is hier ook. Ja. En ze komt net van het gras, dus ze heeft natte pootjes. Ja, echt. Wel echt schattige pootjes. Check haar pootjes. Niet zo hard duwen aan haar hoofdje. Dat was toch niet hard? Maar op beeld leek het hard, dus. Sorry. Misschien niet zo in uw gezicht likken. Nee. Een blauwe tong in uw gezicht is niet zo goed. Oké, gaan we het zwembad gaan vullen? Ja, let's go. Céline is momenteel al naar de auto, want we gaan vertrekken. En dit voelt echt raar, want gewoon alles wat ze doet, ja, dan zeg ik dit kan beter of dat kan beter. Ik mag wel niet overdrijven. Ik vind het momenteel te leuk om te zeggen, doe zo, doe zo. We zien wel straks, maar ik denk niet dat ze al iets door heeft. Ja. Ik zei nog niet die. Jawel toch? Wat is dat? 25 stuks. Ja. Gaat wel lukken zeker hoor. We zien je zit toch die ballonnen? Nee. Wat dan? Die andere, die feestballonnen. Alleen maar laat zo. Ja, dat is mijn cijfers. Maar die zijn toch leuk, dat zijn allemaal kleuren. Ja, dat zie je wel. Zeg. Zijn jullie klaar om te blazen? Nee. Ja! Nee? De vraag is, met welke ballon beginnen we? De giant ballon? Die is voor la 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 la. Voor Laura. Nee, ik had geen zin. Je hebt geen zin? Nee. Waarom ik? Wow. Dit is wel echt giant, hoor. Dat is bubblegum. Dat is geen bubblegum. Oh, sorry. Ik ga duizelig worden en ik krijg echt hoofdpijn van die gras. Oh. Hey. Oh. Stil. Allee. Als je daar nog één... Why are we still here? Allee, ga ik beginnen blazen. Ja, eindelijk. Yes. Blaas wat te filmen. Ja. De eerste ballon is klaar. Doe maar in het water. Hey. Ja, de tweede ook. Hey. Oh, weet je hoeveel ballonnen wij nodig gaan hebben voor het zwembad gevuld? Momenteel zijn we dus volop bezig om het zwembad te vullen. En Laura is nu ook raar aan het kijken. Want Laura weet dus ook niet dat de video eigenlijk is dat ik Céline moet irriteren. Maar ik vraag mij dus af, zou ik het vertellen aan Laura en Laura? Dat zij het ook weten. Ik denk het niet. Omdat zij dan ook misschien raar gaan beginnen denken. Maar ik heb het wel moeilijk om echt Céline te irriteren. Omdat ik zo niet ben. En als ik zo ben, is het al niet tegen Céline. We zien wel hoe het loopt. Maar momenteel is ze nog niet echt boos aan het worden, vrees ik. Het zwembad is klaar! Bijna. Bijna klaar? Bijna. Nee. Het is toch al... Nee, ja, het niet... gaat wel vooruit. Dit is ongeveer 1/6, denk ik. Ja. Het zal zoiets zijn. Oké, 1/7. 1/8. Nee, 1/7. 1/7? Ja, 1/7. Ja, rekenen was nooit jouw sterkste punt. Hè. Vraag dan tafels. 8x9. 72. 2x9. 18. 8x6. 48. 2x4. 8. 0x8. 0. 8x8 gedeeld door 8 plus 8. Ja, 64 gedeeld door 8, 8. 16. Nee, dat was wel niet. Hebben jullie er nog geloof in? Nee. Ja! Positive vibes. Positive vibes only. Ik ben echt kapot, hè. Ik ook. Ik ben woest aan het worden. Ik ook!
Maar je hebt echt het minste van iedereen al geblazen. Hè? Nee, je zit meer te bellen dan iets anders. Nee, dat is niet waar. Celine! Trouwens, ik heb een compressor geregeld, maar die werkt niet. Die niet werkt. Ah ja, ja, voilà. Dus we zijn veel in met u. Het gaat hier echt niet vooruit, hè. Nee! Ik ga er niet Nee! Hij heeft commentaar op ons, maar... Ik doe toch maar mijn best? Ben je te klein? Ik ben dan dood, hè. Nee, je leeft nog, dus je kan nog verder doen. Heb je warm? Ja. Je hebt nog niks gedaan. Zeg! Wat? Er zit een vlieg op jou. Die komen naar waar het stinkt, hè. Ik heb me even afgezonderd, want ik heb het gevoel, als ik gewoon grof ben tegen iedereen, dan werkt het beter en valt het minder op. Ooit zal Celine wel eens boos worden, maar momenteel zijn het de drie meisjes tegen mij. Dat is echt niet mooi. Ah, de Laura's zijn er. Heel! Ja? Moet je niet helpen? Nee, nee, nee. Ik ben niks aan het doen, hoor. Jawel, is aan het zagen dat wij aan het zagen zijn tegen hem. Wij blazen tenminste. Ja? Ik ga nu verder blazen. Eindelijk, uw tweede ballon. Oh. Ik ga echt niet vooruit, hè. Kijk eens naar de zwembad. Maar wat ben jij weer aan het doen? Er moet iemand toch filmen? Okay. Nee, heeft mij. Au. Ja? Ga jij filmen, Lara? Ah, voilà. Wacht, hè. Nee, kijk, voilà. Dat, zo lukt het niet, hè. Maar, iets sneller. Ja. Oh, oh, oh. Is dat een gorilla? Gorillaura. Michiel werkt goed. Ja, ik ben aan het werken. Filmen is ook werken, hè. Oké, okay, dan gaat hij daar ja, Laura, film maar. Nee, film maar. Doe eens iets. Michiel! Ja! Blazen! Ja, kijk, dit pak is zelfs nog niet geopend. Ja, er zijn zo hier traag rode ballonnen, waarom op je een nieuwe? Echte! Ha! 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 Ja, voilà, picknick. De challenge laten we zo. We gaan picknicken, zo. We moeten jullie iets hebben om te drinken, om te eten? Ja, een borreltje, een hapje. Ja, ik heb wel dorst. Ja? Ik ook. Gaat dan halen! Ik denk dat het niet gaat lukken met woorden, omdat ze een team zijn met drie. Ik ga iets moeten doen. Ik ga nu een waterballon op hen gooien. Oh my god. Echt waar, je bent erg! Nee, ja, Sam. Mijn was ook nog. En waarom? Oké, heeft mij nu de camera. De ballonnen waaien uit het water, geen grap. De ballonnen waaien uit het water. Oh, wow. Wajo, ik ben stoot. Ik ben stoot en alles is uit het water. Ik zei het. Wat is een storm. Ah, dat is niet normaal. Oh, die grote, check die grote. Die is van de kleinbal. De waterballon was wel bedoeld om jullie alle drie, alle drie nat te maken. Ja, dat is gelukt, denk ik. Ik ben niet nat. Ik wel. Dat vind je Laura wel. Ja, ik kom. Ik hoop voor u dat mijn telefoon niet kapot is. En dan? Dan mag je een nieuw kopen. Ah ja, de iPhone 15 is toch uit. Hey. Hé, maar je bent stout. Ja. Waarom ben ik stout? Nee, dat van je geven. Niet helpen. Inderdaad. Nee, wacht. Kijk, dat is jullie idee om die ballon te nemen. En de tuin ligt vol met ballonnen. Ja, kijk, voilà, huppa, ze waaien er allemaal uit. Ik nam gewoon ballonnen. Wat? Wat is weg? Die is overtak. Die is weg. Vind je het grappig? Ja. Het is wel niet goed, want de challenge gaat mislukken en zo. Ja, maar ik vind het wel leuk. Die grote ballon is terug. Die ballonnen moeten dus allemaal in het zwembad. En dan moeten we hopen. Oh, ze is woest. Ze is woest. Maak ze niet kapot, hè. Ik dacht dat ze nu in het water ging. Jij bent echt niet oké vandaag. Nee, niet oké. Hé, je kan je dus trek doen. Mijn rug. Wajo. Sorry. Dit was niet mijn bedoeling. Ja, jij bent wel als eerste. Ik ga je aan de strijk duwen. Jij bent agressief. Nee, wacht. Jij bent onbeleefd. Wacht. Celine zegt, ik ga je aan de strijk duwen. Ja, klopt. Het was wettige zelfverdediging. Maar nog altijd is dat niet het ding om haar erin te duwen. Ja, zij zegt, ik ga jou erin duwen. Ja, maar en ik duw haar erin. En ik ben een fout. Nee, zo werkt het niet. Ik ga jou voorzichtig duwen. Nee, dus als jij straks zegt, ik ga je het zwembad gooien. En ik gooi jou dan in. Dan ben ik de slechte. Nee, dan is het... Nee, ja, eigenlijk wel. Nee, eigenlijk is dat wel gelijk. Nee. Het slaat op niks. Ik snap je, maar los van dit. Je bent onbeleefd. Je bent veel te agressief.
tegen iedereen. Ja. En je helpt niet. Wat is er met jou vandaag? Waarom praat je zo? Omdat ik het kotsbeu ben, hè. En ik heb pijn. Oh. Echt waar, ik heb pijn. Nu moet je het zwemmen. Waarom spelen jullie zo'n toneel? Jullie willen horen iets van mij doen. Hè? Zijn jullie mij aan het pranken of zo? Ben jij ons aan het pranken? Ja, ben je in de strijk duwen? Ja. Ben je pranken? Wie gaat Michiel pakken? Wie durf? Jij links, jij rechts. Spannend hoor. Maar trek mij gewoon mee. Schoenen! Zij mag mij dus wel in het water duwen met schoenen, maar ik haar niet. Ga mijn steun doen. Ah, ik heb er ook. Ik ben echt woest aan Michiel. Wow! Wat? Nee, maar nee! Weg je! Nee! Michiel is echt niet oké vandaag. Ik moet hem toch graag niet. Ja, maar er is iets van Michiel. Ik ga hem anders pakken. Ik denk dat hij ons echt gaat pranken. Ik denk het ook, hij is veel te agressief. Kijk, mijn broek! Oh, hij probeert. Ah, schattig. Kom op, bro! Hoera! Dit is wel echt cute. Oh, dat was bijna. Nee! Oh, we waren close. Als je in het water smijt, ga ik boos zijn. Genoeg gespeeld, ballen opblazen. Ah, je hebt twee verschillende kousen. Oh! Nee, die hand op! Dit is echt erg. Ja, maar zij doet mij hand. Laura! Hoezo ben ik erg? Aan wiens kant sta jij eigenlijk? Ik? Je ziet toch aan mijn eigen kant. Nee, aan mijn kant. Dit is sorry. Misschien moet je er wel echt voor zorgen. Ik kan er niet meer mee lachen, hè? Kom nu, help. 5 minutes later. Wow. Blaas maar, ballonnen, hè? Ja! Laura en ik staan even apart. Michiel is nog ballonnen aan het blazen. Maar... kijken. Ja. Yeah. Hij is ons aan het pranken. Ja. En hij moet woest doen tegen ons of zo. Ja. Oh. Er is net een ballon ontploft bij hem. Maar inderdaad, hij is iets irritant doen, boos doen tegen ons. We hebben je door. Hij doet nooit zo, nooit. Nee, en nu is het veel te duidelijk. Ons irriteren of zo. Ja, hij is de hele tijd onbeleefd, de hele tijd zo aan het zagen en aan het klagen. Dus, we hebben je door. Ja. We zitten wel bijna aan de helft. Dat is het positieve. Het negatieve is dat iedereen boos is op elkaar. Nee, op u. En ik op jullie. Jullie willen mij in het water gooien. Ja. Ik heb nog niks gedaan. Nee? Michiel, ik praat nooit nog met u, hè. Echt, stop ermee. Zwembad gaat nooit gevuld worden, hè. Het is tijd voor een tussendoortje. Oh, zo lief. Oh, windstoot. Mai. Hoe is het met je wonden? Ja, het piekt. Heb je goed humeur teruggevonden? Ik wel. Als jullie heel de tijd zeggen dat ik een slecht humeur heb. Bedankt. Als u. Ik weet wat de video is vandaag. Wat? Céline, Laura en Laura dagen Michiel heel de dag uit. Nee. Michiel irriteert Laura en Céline. Geef het maar toe. Kijk, en dat is typisch jullie. De rollen omdraaien. Jullie staan stiekem te filmen hier achteraan. Ik heb het wel gezien. Omdat we zeggen naar de kijkers. Ja. De rollen omdraaien. Oké. Nog iets? Ik ga eten. Hier liggen dus al evenveel ballonnen als daar. Dit is de meest vermoeiende challenge ooit. Ja, je weet het. Je mag ze erin zwembad doen. Ja, iemand moet filmen, hè. Kom aan, Michiel, werken. Die handen. Erin. Flink. Filmen is echt moeilijk. Ik zie niks. Pak iemand die camera in hand valt er bijna. Nee, jij wilde filmen. Heel de video is een prank. Ja. Nee. Ik doe niks, hè. Nu begint het wel op iets te lijken. Nu niet meer. Maar die blijven zo in een troepje. Echt, hè. Mm-hmm. Zoals jullie drie samen. Mm-mm. Tegen mij. Nee. We zijn niet terug van ons, hè. Elke minuut ontploft er één ballon. Je ziet het ook al. Het ligt hier vol met ballonnen. En dat maakt het gewoon super moeilijk. Dus als jullie een tandje bijsteken, dan komen we, oké? Als jullie mijn tempo kunnen bijhouden... Hoeveel tempo? Hoeveel liggen er al op de blazen? 5. 118. En er liggen er 130 in het zwembad. Je hebt alles goed in het zwembad gedaan. Ja, dat moet ook gebeuren, hè. Momenteel kunnen ze mij niet zien, maar als ik nu naar daar ga, valt het te veel op om Céline te irriteren. Ik moet een andere manier vinden. Ik probeer ze in het water te gooien, dan gaat ze echt boos worden. Weer een ballon. Dit is dus wat we nu hebben. Maar het probleem, de ballonnen zijn op. Dus, wat moeten we nu doen, is de vraag. Oh, je kom eens bij mij zitten. Ah. Ik weet het wel. Wat? Je prankt. Ik probeer deze challenge te doen. Jullie kopen de verkeerde ballonnen. Jullie kopen te weinig ballonnen. Jullie werken niet mee. Wat? Ja, tegen ons had je 10 pakjes ballonnen moesten kopen. Echt, hè? Dus ja, 10 pakken. Ik dacht ook 10 pakken van 50. Waarom steek
Jullie ballon... kopen er 10 van 25. Je hebt ook nooit gezegd welke ballonnen, welk merk, wel iets. Jawel, ik zei... Daarom is waarom dat je ons prankt, anders doe je nooit zo en geef je nooit zo slechte commentaar. Ja, je bent niet zo. Je bent zo positief en lief en nu ben je stout en negatief. Nee, ik ben ook positief, maar kijk, gewoon alles zwaait weg. Of we gaan de ballonnen verplaatsen in het huis. Ja, we gaan dat doen. Let's go. Nu moeten dus alles op... Oh my god, die is echt erg. Nee! Mijn schoenen, alles! Ja, ik heb mezelf ook super hard pijn gedaan. Ja, dit er ook! Ah, sorry. Nee, maar nu gaan we wel alles naar binnen doen. Ja, denk je dat je daar nog zin in hebt? Is jouw video van vandaag iedereen in het zwembad duwen? Leuk ja. Hoor. Ah. Au, au. Au, au. Iedereen is woest op mij. Dit is hoe mijn teen eruit ziet. Celine, haar zijkant. Ziet er zo uit. En ja. En nu gaat hij toegeven. Ik zit al jullie heel de dag te pranken. Het zwembad is bijna gevuld met ballonnen. Ja, eigenlijk zijn we er. We zijn er echt bijna. De ballonnen zijn op. De helft van de ballonnen ligt ook al naast het zwembad. Maar eigenlijk is dat niet de challenge van vandaag. Oh, oh raar, raar. Wat is de challenge dan hier? Nee. Nu moet ik het wel zeggen voor. Ja, mijn teennagel die was al blauw. Die is er half afgevallen. Celine is KO. Nee. Voor er nog meer slachtoffers vallen, de video is... Celine irriteren tot ze boos wordt. Ja, dat is gelukt. Je bent een aantal keer boos geworden. Eigenlijk zijn jullie bozer geworden. Maar je hebt ook niet enkel Celine geïrriteerd. Ja, iedereen geïrriteerd. Op een bepaald moment heb ik beslist om jullie alle drie te irriteren. Omdat dat iets vlotter en... Minder ging opvallen? Ja, dat is. Ja, minder maar... opvallend ging zijn. We wisten het. Nu ben ik net verzorgd door de dokter. Maar zou ik zo graag eens in het zwembad springen op die ballonnen? Ja, nee. Maar wij gaan je er wel in duwen. Ja. Ik mag jou erin duwen, hè? Anders ben ik... Anders maak ik nog boos op jou. Rustig, mevrouw. Pak hem terug. Oh. Eindelijk. Oh. Ik vind zelf in het zwembad. Jouw verdiende loon. Oh, hij vindt het veel te leuk. Wij hadden dus door dat Michiel ons aan het pranken was. Maar bij 12.222 likes pakken we hem gewoon terug. Bedankt om te kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie in de volgende video. Peace.